nooit meer vechten met een reisbed, dan hebben jullie het Iromove reisbedje nodig. Het reisbedje heeft twee fases, van 0 tot 2 maanden of van 2 maanden tot 3,5. Het matrasje kan je er eenvoudig uithalen, zo. En dan zie je dat er een rits en een laagje in zit dat je eruit kan ritsen. Nu is de tussenlaag uitgerit zoals je kan zien en is het bedje klaar van 2 maanden tot 3,5. Je kan dan een extra stukje matras aan de matras ritsen. Zo, huppakee. En dan leg je je matrasje gewoon in je bedje en je reisbedje is helemaal klaar. Er zijn handige accessoires voor te krijgen, zoals bijvoorbeeld je babytje buiten onder een boom ligt te slapen in het reisbedje in de schaduw. Dan kan je dit insectennet voorzien, zodat er zeker geen insecten bij je baby geraken. Het Iromove bedje is ideaal dus om buiten te gebruiken, zelfs op het strand. Dit zonnescherm kan hierbij ook een handig accessoire zijn. Om het Iromove bedje op te plooien, verwijder je eerst de matras. Die zet je even aan de zijkant. Je gaat het bedje op zijn zijkant zetten. Zo, hier staan duidelijke instructies opgeschreven. Een hand hier op de pushpijl, je duwt hem naar beneden. Ik duw de poot even naar beneden, ik klap het bedje verder toe en je pakt het gewoon samen. En huppakee, opgeplooid. Het bedje opstellen is nog gemakkelijker. Je gooit het gewoon open. De Iromove komt met een handige reistas, die heb je zo dichtgeritst. En die kan je superhandig meenemen.